Hallo iedereen, ik ben Tommietje en vandaag ga ik Vita Beast Ultimate spelen. Voor jullie en voor mij gewoon, wat leuk is. En ik ga een leuke Let's Play beginnen, omdat ik al sowieso een aardige tijd niet meer actief ben geweest op YouTube. En daarom wil ik graag gewoon weer iets doen. Dus we gaan Let's Play starten op Vita Beast Ultimate. Ik zet de link om Vita Beast Launcher te downloaden onder in de... De beschrijving. Precies. En ondertussen geef ik je ook een soort van tutorial over een aantal mods die ik ga gebruiken hier in Vita Beast Ultimate. Ik ben aardig ervaren. Ik heb ook al een heel aantal tijd gespeeld. Lange tijd. Dus ja, laten we beginnen. Let's play. 3 uitroeptekens. Survival. Cheats. Spannend. Ik denk dat ik die toch uit ga zetten. Bonus 6 wel aan. Sorry. Voor mensen die dat niet leuk vinden. En seeds. Rennen. Beetje. Oké, create new world. Gaan we beginnen. Hopelijk spannen we niet in een snow biome, want ik word altijd gespannen in een snow biome. Vind ik best wel kut. Ja. Lukt je wel. Ja, denk ik. Hey, een soort van survival item. Nou, het eerste wat je waarschijnlijk opvalt is dat rechtsbovenin staat een kleine map-achtig iets. En oeh, fuck. Geen boom. Natuurlijk. Dit wordt wel uber hardcore. Oké, hier kan ik echt gewoon helemaal geen fok mee. Wat een kutspan is dit? Wacht, ja. Ik heb ooit een keer met een vriend gehad, we hebben een middeldoceaan gespan. Onder een cave, een bodem. En dat de mineshaft waarvan we wood omlaan. Dus misschien... Als we geluk hebben, geen nieuwe wereld opgestart. Auw. Je ziet ondertussen ook nieuwe orks, daar ga ik later wel meer over uitleggen, maar nu moet ik echt mezelf verdedigen. Vreemd gespuit. Deze dingen kun je gebruiken, zijn crystals. Quartz crystals. Zycraft. Oeh, die kun je niet onder water plaatsen. Ga nou dood. Fuck jou. Verdomme. Toch wel. Oké, dit zijn aluminium orgs. Zilver oor, lijkt heel erg op diamond, is best wel irritant. Ook daar is een kwarts oor, van Applied Energistics, wat Minecraft oors, red power, wat oors, oh fuck. Rennen. Het ziet er niet echt naar uit dat hier een mineshaft is. Niet als ik hem al opkijk. Dit is een beetje onmogelijk voor mij. Ik ben gewoon gedoemd om te sterven. Laten we terug omhoog gaan. Hopelijk kan ik nog een uitgang vinden. Volgens mij niet. Nee. Oké, er wordt een nieuwe wereldstad. Dat is best wel kut. Oké. Nee, maakt niet uit. Het gebeurt soms. Delete. Ik zei delete. Fuck jou. Delete. Godverdomme. Let's play. Met een smiley erachter ofzo. Bonus chest. Oh fuck, die bonus chest heb ik niet gepakt. Schijt.
Pokémon. Zo. Oké, dat was gewoon even een hele vage reactie ofzo. Nou, Pokémon leuk ziet. Echt wel. Een uitroepteken. Pokémon is cool. Soms. Tenzij je zwaar hard wordt vernietigd door van die gymleaders. Yes. Dit is voor zo te zien een nieuw biome, een biome Excel. Kijk, dat is het precies Green Hills. Ah, wacht het maar. Maakt niet uit, maar volgens... Oeh, een village. Als je trouwens hier op de map op X klikt, dan is er rechtsboven die map. Als je op X klikt, wordt die uitvergroot. Als je dan op Z klikt, van zoom, weet je wel, dan zoomt die in en op een gegeven moment ook uit. Dus dan heb je een grotere map. Zo handig, en daar is een village, dat is ook best wel. Ik pak altijd lekker even die torches en stukjes mee. Zo. Chickens. Dit zijn trouwens nieuwe bomen. Rubber trees van... De naam. Die naam begin. Mine Factory Reloaded. Precies. Wat je net trouwens zag. Als ik op mijn inventaris klik. Als ik die chicken. Inventaris hier. Rex. Wat best wel duidelijk is. Snopt nog items deze mod. Die geeft jou toegang tot heel veel van deze items. Ik zou nu bijvoorbeeld gewoon even een stekje cactus in kunnen spannen. Als ik op klik. En dat gaan we natuurlijk niet doen. Ik heb even options, cheat mode, recipe mode veranderen. Dan als ik nu op klik, dan krijg ik de recipes. Het is best wel handig als je op Vita Beast speelt. Je moet zien hoe ik een junk loader maak. Dat wist wel. Oh. En een filler en een combustion engine. Architect table. Dat leg ik allemaal wel uit ondertussen natuurlijk. Maar nu dus nog niet. Ik zie een mooie Menno's bij om zo te zien. Maar ik ga nu even naar die village toe. Hopelijk kan ik daar iets mee. Sowieso eten halen. Dat is mooi. Non. Hier. Dit is olie van Buildcraft. Met olie kun je... Olie kun je in een refinery stoppen, krijg je fuel. Fuel kun je machines poweren, zeg maar. Best handig. Beehive van forestry. Kun je bijen houden. Bijen. Ik ben niet helemaal zo'n fan van beehives, maar heel veel mensen zijn dat wel. Dus ik ga er ook zeker wel iets mee doen, maar ja. Ik vind het niet het leukste, zeg maar. Maar iedereen is zijn eigen mening. Dit is een speciale toren van Farmcraft. Super leuke mod. En hier staat een hele leuke chest in. Oeh. Skeleton skills. Zoals je ziet hier, als ik hier shift op klik op een item, dan krijg ik tekentjes. Dus ook van Farmcraft. Tekentjes zijn om te onderzoeken. En nee, ik wil geen pakket. Night Ore is ook heel cool. Kun je allemaal van Farmcraft maken. Knowledge fragments kun je allemaal onderzoeken. In research table. Dat is wel awesome. Night Ore, moet je zien. Rechtsklik op een muur. Awesome of niet. Dan map je er gewoon vanaf. Maar het is een hartstikke... Maar gewoon helemaal awesome dingetje. Lampje. Hey, en daar is een villager van Thumbcock. Zeg eens hallo. Hallo. Met je grote neus. 27 chicken nuggets. Nee. Er is hier geen Kentucky Fried Chicken, dus ik heb geen chicken nuggets. Jammer. Kut, eet u schaap. Probeer natuurlijk zo snel mogelijk een bed te krijgen. Oeh, volgens mij zijn die heel mooi. Ja, mooi dat ik een bed krijg. Oeh. Oh, ik had er iets aan. Een breking. Ja, echt niet. En weg jij. Dus gewoon het ding. Dit is wel heel vreemd water. Dat komt door de biome. Dit is een mini jungle biome.
volgens mij, als ik het goed heb, is dat ook niet van Minecraft zelfs. Ook van extra biomes zichzelf. Hartstikke leuke mod op zich. Yes. Oh, hell yeah. Ja, boeken. Boeken zijn altijd heel handig. Met mods vooral. Je hebt heel veel boeken nodig voor heel veel dingen. En hier heb ik iron en steel. Steel kun je maken met Railcraft en Crackdeck. Crackdeck is best wel lastig, best wel dure mod. Laat ik even naar een naar de pagina. Hier zijn allemaal Crackdeck machines, grotendeels. En hier bijvoorbeeld als ik een wat zou ik graag willen, een implosion compressor. Okay, daar heb ik echt wel flink wat stuff voor nodig. Hier komt steel en zo. Als spul. Dat is op zich best wel duur. Diamond stuff. Steel blocks. Steel is op zich best wel lastig te maken. Duurt vooral heel lang en heeft heel veel energie nodig. Bij Crackdeck. Dus bij Crackdeck is best wel snel en dan heb je heel veel energie nodig. Bij Railcraft is het heel traag en heb je minder energie nodig. Nou, koolkoop is ook van Railcraft. En nog meer steel. Oh ja, noem steel is iets beter als iron. Dat scheelt niet heel veel, dus... Ja, maakt op zich niet heel veel uit. Even kijken, want dan wil ik ook nog die boeken hebben. En dan kan ik beginnen met de rest van de village te creëren. Ik heb even wat de stone nodig. Sikkels. Crafting. Oh, space. Zo. Bezig. En dan een bed, die heb ik nodig. En een stone axe. Dit is trouwens wel 1 van 4.7. Dat is jammer. Op één manier, maar op de andere manier is het wel zo dat mods van 1.4.7, sommige, maar hele belangrijke. Dat is niet heel slim trouwens. Een aantal belangrijke mods, hele goede mods die niet zijn geüpdate. Dat is dus niet heel handig. Het is wat wheat, maar ik wil graag de carrots ofzo. Die potatoes. Ik denk dat ik niet te ver van deze village weg ga, maar dit is geen leuke biome. Zie je dit? Quicksand, dan wordt het drijfzand. Nee, dat is echt niet ideaal. Als je daarin komt te zitten, de quicksand is bijna niet te bereiken. En ja, je zakt gewoon weg en je suffocate gewoon. Ja, je gaat gewoon dood. Heel voorzichtig zijn als dat in de buurt is. Kun je de biome heen zijn? Oké, ik ben zo terug als ik hier doorheen ben. Daar ben ik weer. Hey. Leuke boom gevonden, ook van Thumbcraft. Ja, en ik ben nu die kuttige biome uit daar. En er is hier zo beneden mij een ongeladen chunk. Een aantal. Dat is kut. Maar hier is een mooie hill. Wat ik zou kunnen doen. Als ik nou eens hier ergens zo mijn huis zou maken. Heel mooi. Oeh, dit is een angry zombie, ook van Thumbcraft. Wil je niet mee te maken. Die zijn echt badass. Kijk, kan ik ergens... Oeh, hier is die ongeladen chuck. Even reloggen. Nee, geladen. Wat heb ik hier dan? Lekker het hout gehakt. Hier op zich wel een leuk huisje neerzetten. Ja. Oké, okay. Waarmee kunnen we het beste starten? Nou, dat is natuurlijk altijd om een klein huisje te bouwen en een farm te maken. Dat ik iets wat eten kan krijgen. Dat is wel belangrijk. Dus ik denk dat ik hier gewoon iets in ga graven hier in mijn huis. Hier in een berg ofzo. Misschien wil ik eigenlijk meer deze kant. Weet ik niet.
Even kijken. Geschikt plek. Maar ik denk dat ik hier op zich zo wel in kan. Nee, geen griffen. Oh, kijk. Die pikken zien dus met ingaan staan. Een schaap. Dat is niet slim, hè, schaap. Ah, hij is eruit gelopen. Ik kan zelf niet uit. Oh, tot nacht. Misschien zet ik dit hier eventjes. Dan ga ik minen, denk ik. Nog wat stonen. Stone pickaxe. Ik wil al mijn chest open kan maken. Misschien wel handig. Zo. Wat belangrijke spulletjes of soort van belangrijke spulletjes vier dan zeg maar. Genoeg eten bij me? Nee, echt. Ik zou even spulletjes moeten maken. Die moet je in de auto maken. Wat hout. Ja. Zo. Nu even snel neerdaan. Oh, ik vind het een cave. Neem trouwens altijd een beetje hout mee als je weg gaat. Het is handig als je toortjes wil maken. Moet je weg. Zo. Ondertussen zullen we dus al een aantal orks tegenkomen. Mind erop, vertel ik er wat over. Nou, ondertussen denk ik dat ik dit heel even een stukje ga skippen. Dus ik zie jullie dadelijk weer. Kijk eens aan. Cinnabar oor. Ik kan ook nog niet minen, dat is best wel jammer. Maar ja. Trouwens één tip. Op je map kun je caves vinden. Heel gemakkelijk. Dus ben ik nu even bezig om dus een leuke cave te vinden. Zoeken. Dat is best wel handig. Ik mine eigenlijk bijna altijd in caves. Voilà. Nee, het is sowieso boven mij. Ik denk dat ik weer terug ga. Een stukje. Kijk, hier zijn trouwens alle andere Zycorium stuff met een andere kleuren. Maar dat hebben we nu echt totaal nog niet nodig. En we gaan nog wel een heel lang tijdje duren voordat we het echt nodig hebben voor iets. Maar wat je er trouwens mee kunt is best wel cool, dus niet dat Cycraft echt een slechte mod is ofzo. Zit echt nog in de alpha stage, zeg maar, of in de beta. Dus ja, ik zie jullie dadelijk weer. Kijk eens wat ik gevonden heb, alweer een leuke nieuwe oor. Genaamd Tin. Tin is ook zeer belangrijk in van allerlei verschillende mods, dus ik heb dit echt hard nodig. Veel manieren dus. Ja, ik heb nu ook tin. Yeah. Nou, en zo gaan we weer verder met minen. Ja. Tot zo. Cave gevonden. Echt. Ja, hier steekt wat kop. Mooi zo. En ook trouwens marbles als je ziet. Marble is best wel mooi, zeg maar. Gewoon een heel mooi decoratief blok. Maar je kunt er verder vrij weinig mee. Dus ik ga het niet speciaal daarvoor opminen. Dat is juist gekregen hebben van die zombie. Sharp Minion.
Nee, medium zone. Oh, nice. Medium zone kan maar. Lockpack. Thalmium ingot. Dat is natuurlijk van Thumbcraft. Zilver. Iron. Even daar is het vol. Ik denk dat ik dit mee wil nemen. Wheat. Nee. Dat op zich wel echt een tin. Nee, denk ik dat ik het kan niet heel veel meenemen, vind ik op zich wel jammer. Ik denk dat ik ook weer terug ga dan. Nog een beetje kool hakken. Zo, dan kan ik weer terug en dan kan ik deze cave de volgende keer ingaan, verder gaan exploreren. Ik had net op zich best wel wat geluk met core skeleton. Dat is niet goed. Beren denk ik. Melk. Naast weer kool. Beren. Zombies gaan nog wel, maar skeletons. Zonder wapen? Nee. Dan kun je een stone bell op zich best wel makkelijk gebruiken. Hier kom ik vandaan. En een lange gangetje. Die even eten. Ik heb op zich lekker wat iron. Niet te veel. Dat is op zich wel, wel jammer. Wij. Ja, zo. Lopen. Die is trouwens een Enderman. Dat is op zich best wel handig. Zo'n Entity Radar. Als je denkt van zien wat monsters zijn. Maar dit is het einde van deze episode. Tot de volgende keer. Doei.